Hier gaan we dan voor video 2. En die kleine miniserie waarin we... Ik ben Gaar aan het verliezen. Waarin we het jaar 2021 op een hele efficiënte manier aan het afronden zijn. Nu, ik hoop dat de oefening gisteren goed meegevallen is. Dat je toch 9 zinnen hebt gevonden met ik ben de persoon die of dat. Ik weet dat niet, die dat. Dat is nooit mijn ding geweest. Zwat, daar gaat het niet over. Dus vandaag in video 2 gaan we aan de slag met de vraag, wat scheelt er met jou? Of voor degenen die in Nederland wonen, die zeggen dat misschien niet op die manier, maar wat is er mis met jou? Misschien klinkt die vraag wel bekend in je oren. Want ik moet toegeven, ook ik heb eigenlijk die vraag ook al eens gesteld aan mijn kinderen. Of gewoon aan over mezelf eigenlijk. Vooral mijn kinderen toen ze ook jonger waren. Wanneer dat ze eigenlijk dingen aan het doen waren, dat ik zoiets had van, hè? Waarom doe je dat nu? Maar in ieder geval, je moet ook toegeven, die vraag draagt eigenlijk weinig positiefs in zich. En als je de vraag herformuleert, in de zin van, waarom ben je zo slecht? Ik ben eventjes aan het spieken. Hè, waarom luister je nooit? Waarom doe je altijd tegen de raad? Waarom roep je zo? En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Maar dan leer je eigenlijk via je omgeving dat je slecht bent. Dat er echt iets mis is met jou. En je gaat gedachten gaan creëren of hebben als van, zie wel, ik ben slecht. Hoor je dat ik ben? En dat zijn allemaal gedachten die aangestuurd worden door eigenlijk de disbalans bij anderen. Dus op dat moment zijn die negatieve gedachten die ontstaan over jezelf, die zijn eigenlijk ontstaan vanuit commentaar, vanuit feedback, negatieve feedback van anderen. Niet omdat dat de waarheid is of was, maar wel omdat zij op dat moment, op dat ogenblik, geconfronteerd werden met een wonde in zichzelf. En dat is ook zo. En zeker als ouder ga je dat heel snel merken, dat je het moeilijker en lastiger vindt om met bepaald gedrag van je kinderen om te gaan wanneer je zelf niet in balans bent. En voor mij is dat altijd een spiegel wanneer ik merk van ik kan er moeilijk mee om of ik kan er niet mee om. Dat er iets is dat mij gespiegeld wordt, dat mij getriggerd wordt. Ook zelfs in mijn tweelingvlamconnectie. Ook zelfs bijvoorbeeld naar klanten toe. Of gewoon naar vrienden en familie toe. Dus dingen die mijn poes is weer aan het spelen. Dat zegt niet altijd per se iets over wie dat je bent of wat dat je doet. Of dat er iets verkeerd of mis is met jou. Zeker niet. En in de eerste video heb ik al gesproken over wie dat we zijn. Dus wie ben jij? En eigenlijk vooral over jouw stukje. Dus niet over de andere. Maar in deze video wil ik eigenlijk nog een stukje verder gaan. En wil ik je dus vertellen, zoals ik beloofd heb, over die 4 behoeften van jouzelf. En zelf tussen haakjes. Dus het gaat echt over het stukje zelf. Over die ik ben essentie, ik ben bewustzijn. En ik ga je ook vertellen over 6 grote bedreigingen. Dus 6 zaken waar je moet aandachtig voor zijn. Dat je achterhoofd moet houden. En dan morgen in de laatste en de derde video gaan we stilstaan bij de manier waarop je eigenlijk dan weer meester kan worden over je leven. Waarin dat je eigenlijk die dingen kan gaan omvormen, gaan transformeren, zodat je eigenlijk weer meer vrijheid kan gaan creëren. Nu, het zelf, je zou kunnen zeggen, of je ziel. Sommigen spreken ook van je innerlijke kind. Dat vind ik altijd een moeilijke. En omdat ik gewoon ook merk bij mijn klanten dat dat soms meer verwarring teweeg brengt dan het uiteindelijk bedoeling is. Maar dus je zou kunnen zeggen dat jouw ziel eigenlijk 4 grote behoeften heeft. En het is aan jou om ervoor te zorgen. Het is aan jou, niet ik, niet iemand anders, jou. Om ervoor te zorgen dat die ingevuld worden. Ik ga ze al onmiddellijk met jou delen en dan gaan we er gewoon wat dieper op ingaan. Dus maar die 4 grote behoeften zijn zelfrespect. Oh, en als je wilt, kan altijd iets nemen om neer te schrijven. Zodat je het later nog eens opnieuw kan bekijken of lezen. Dus het gaat over zelfrespect, zelfwaarde, zelfvertrouwen en zelfbeeld. En je raadt het of je raadt het ook niet,
Maar dat zijn vaak ook de dingen waar ik samen met mijn klanten aan werk. Dat zijn ook vaak de zaken waar dat we merken dat de behoeften daar rond niet ingevuld zijn. En dat we dat gaan zoeken in de buitenwereld, in de omgeving. Bij ouders, bij partners, bij kinderen, bij vrienden, bij werk eigenlijk zelfs. En wanneer dat we dan die verwachtingen, of wanneer dat zij dan die vier grote behoeften niet invullen, dan raken we gefrustreerd. Want dan hebben we verwachtingen en die worden niet ingevuld. Dus een heel belangrijk punt is 1, die herkennen. En 2, ervoor zorgen dat je jezelf invult. Dat je zelf jezelf respecteert. Dat je zelf je waarde erkent. Dat je zelf in jezelf vertrouwt. En dat je je zelfbeeld positief houdt. Nu, het eerste, zelfrespect. Via zelfrespect ervaar je eigenlijk hoe dat jij jezelf ziet. Ondanks anderen. Ondanks wat de anderen van jou verwachten. Dus hier is belangrijk om jezelf af te vragen, blijf ik achter mezelf staan? Ondanks wat er wordt gezegd, ondanks wat er wordt gedaan, ben ik trouw aan mezelf? En let op, dat heeft niks te maken met vertrouwen. Het gaat over echt, ben ik trouw aan mezelf? Heb ik eigenlijk mezelf als backup? Kan ik mezelf vertrouwen als backup? Of ga ik gaan lopen bij het eerste wat er verkeerd gaat? Respecteer je jezelf? En dan heb ik het over die echte zelf. Dus ga jij, als jij bijvoorbeeld het nodig hebt om regelmatig tijd alleen door te brengen, ga je dat respecteren of ga je voortdurend mensen daar over de grenzen heen laten gaan, omdat je denkt dat je op die manier meer liefde en aandacht zal krijgen. En ook hier hoort een stukje bij van, in hoeverre ga jij je voortdurend aanpassen, en dat heeft ook weer te maken met die rollen waar ik in de vorige video over sprak, om meer liefde, meer erkenning, meer goedkeuring of wat dan ook te gaan ontvangen. Dus, hoe zit het met jouw zelfrespect? Wees daar eerlijk over. Je hebt niks verkeerd gedaan. Het gaat er gewoon over dat je tot nu toe niet beter wist. Of niet wist hoe dat in elkaar zat. Nu wel. Het tweede, zelfwaarde of eigenwaarde. Wat is de waarde dat je zelf toekent? Wat vind je jezelf het waard om in te investeren? Wat vind je waard om te doen voor jezelf? Vind je jezelf het waard om bepaalde zaken zelfs op te eisen voor jezelf? Vind je jezelf het waard om grenzen te stellen? Vind je jezelf het waard om geld in jezelf te investeren? Dat is ook een hele belangrijke. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom ik niet per uur werk, maar echt in trajecten werk. Omdat dat stuk dan op dat moment al onmiddellijk aangeraakt wordt. Al onmiddellijk gevraagd wordt om inderdaad die waarde voor jezelf te gaan stellen. Maar ook, ben je de belangrijkste persoon in je leven of is er altijd wel iemand anders die belangrijker is? Weet je wat je mag verwachten van jezelf en wat je niet mag verwachten? Dus waar heb je nood aan? Bijvoorbeeld, ik weet dat ik regelmatig tijd nodig heb voor mezelf om dingen te integreren, om dingen te begrijpen, om dingen te verwerken. Hè? Echt mee aan de slag te gaan. Hè? Gewoon ook om downloads en zo te ontvangen. En als ik dat niet zou waarderen aan mezelf, dan breng ik mezelf voortdurend uit balans. Dus hoe zit dat bij jou? Maar ook, weet je waartoe je in staat bent en herken je dat ook voor jezelf? En hoe goed kan je jezelf? Dat is ook het stukje dat we in de vorige video mee aan de slag gegaan zijn. Derde is zelfvertrouwen. En misschien een goeie om mee te beginnen, schrijf eens op wat dat zelfvertrouwen voor jou is. Wat is zelfvertrouwen? Hoe ziet dat het dan uit? Hoe zou ik kunnen zien dat jij jezelf vertrouwt? En heb je dan ook genoeg vertrouwen in jezelf om het beeld dat je hebt van jezelf, dat nieuwe beeld, de nieuwe versie, om dat te behouden in gezelschap van anderen? Of ga je daar ook weer uit je eigen essentie, dus uit balans eigenlijk, uit je eigen energie, om weer in bepaalde rollen te gaan stappen? En geloof me, je bent niet de enige. Iedereen heeft daar een bepaalde tijd in zijn leven waar dat die voortdurend en constant zich aanpast voor anderen. En de constant in die rollen aan het jong leren is, of hoe zeg je dat? Maar dat hoeft niet. Dat is hetgeen waar we naartoe aan het groeien zijn. Dat relaties, zielsconnecties, dat je gewoon jezelf kan blijven. Dat je niet hoeft in een bepaalde rol te stappen. Dat je niet hoeft constant te moeten in je achterhoofd houden van oké, met die persoon, die en die, dat zijn de verwachtingen. Oh, met die moet ik dat en dat doen. Oh, bij die moet ik dat. Nee, je kan gewoon jezelf zijn en jezelf blijven. En dan ook vertrouwen dat wanneer je de dingen doet die goed voor jou voelen, sowieso oké zijn voor de anderen. En dus hieraan ook mee gekoppeld van, pas je constant je zelfbeeld aan om er gewoon bij te horen, om liefde te ontvangen.
Dus kijk eens en wees ook eerlijk van hoeveel rollen heb je hoog te houden. Hè? Als je de oefening in de vorige video ook gedaan hebt en dat ben je aan de slag gegaan bent, dan ga je dat weten. Hoeveel rollen heb je eigenlijk nog hoog te houden? Ik heb geen rol meer. Ik ben gewoon mezelf. Ook naar mijn kinderen toe, ook naar mijn ex-partner toe, ook naar mijn ouders, naar mijn vrienden, naar mijn klanten. Zij zien wie dat ik gewoon ben. En iemand die daar niet mee kan dealen, dat is gewoon omdat dat iemand is die niet met mij resoneert, die misschien niet op mijn pad hoort. En ook dat is oké. Verder nog bij zelfvertrouwen, want ik was al, ik had mijn blad al voor de weg gedaan. Maar verder nog ook bij zelfvertrouwen is ook van, waar breek jij jezelf eigenlijk nog af? Met gedachten als, wat ben ik stom? Zie wel dat ik het niet kan. Het gaat mij nooit lukken. Zie wat de andere is beter. En ik ben zeker van dat je ook nog heel veel van die gedachten onmiddellijk nu moet aan denken. Maar weet dat ook niet erg is. Ook hier zijn we allemaal ooit schuldig aan geweest. Maar het helpt jou niet verder om jezelf nog meer te gaan straffen. Om jezelf nog hogere eisen te gaan stellen. Uiteindelijk doe je wat je kan met de middelen en de kennis die je nu hebt. Dus ook op dat vlak, vergeef gewoon jezelf. Het vierde, en ik heb straks nog een vijfde voor jullie, maar dat had ik niet verteld. Dus, maar het vierde is jouw zelfbeeld. Hoe zie je jezelf? Hoe zet je jezelf vervolgens ook de wereld in? Want het is afhankelijk van hoe je ziet dat je ook zo de wereld in gaat zetten. En klopt dat ook met wie dat je echt werkelijk bent? Want de manier waarop dat jij jezelf ziet, bepaalt ook jouw ganse leven. Want dat is ook de manier waarop je dingen gaat manifesteren. Of gewoon dat je dingen niet gaat manifesteren, omdat je denkt dat je dat niet kan of dat je dat niet waardig bent. Dus ook in je werk, in je hobby's, in je relaties, weet wie dat jouw echte jij is. Wie is dat? En als je niet tevreden bent met je leven, verander dan je cake. Verander die gedachten. Gooi ze de deur uit. Zet ze buiten. Ze betalen tenslotte toch geen huur. Nu, daar heb je controle over. Niet over de hele wereld, maar wel over hoe je kijkt naar de wereld. En dus ook over jezelf en je eigen leven. Want uiteindelijk slotte, dat is het enige belangrijkste dat er is. Jouw eigen leven. En zoals ik zei, is er nog een vijfde. Zelfliefde. Maar, waarom heb ik niet als vijfde gezegd? Omdat eigenlijk zelfliefde de totaliteit is van jezelf de wereld in te zetten. Want via zelfliefde creëer je jouw ideale wereld door te worden wie je authentiek bent. Herinner je nog wat ik gezegd heb in de vorige video? Liefde voor wie je bent, om te worden wie je bent. Liefde voor wie je bent, om te worden wie je bent. En het is via die zelfliefde dat je eigenlijk gewoon leert en het belangrijk gaat gaan vinden om je authentieke zelf te zijn. Gewoon te zijn. En dat is het punt waar eigenlijk al de vorige vier, zelfrespect, zelfwaarde, zelfvertrouwen en zelfbeeld, eigenlijk samenkomen in zelfliefde. Want zonder zelfliefde ben je niet open om liefde in al zijn glorie te ontvangen. Dus wanneer dat jij je niet genoeg zelfliefde aan jezelf geeft, ga je mensen blijven aantrekken die eigenlijk niet bij jouw ware essentie gaan passen. En dat geeft frustraties, dat geeft problemen, dat geeft spiegels dat je eigenlijk liever niet zou zien. En daarom is zelfliefde misschien zelfs wel de belangrijkste van allemaal. Nu, hoe komt het dat wij als mensen moeilijk vinden om deze vijf behoeften dan in te gaan vullen? Dat heeft te maken met die bedreigingen. Die zes grote bedreigingen voor het zelf. En ik zou zeggen, zet de video anders eventjes op pauze. En probeer eventjes voor jezelf in te vullen wat dat je denkt dat dat zou kunnen zijn. En dan gaan we zo dadelijk verder. Oké. Wel, de grote zes bedreigingen, of zes grote bedreigingen van het zelf zijn schaamte, schuldig voelen, het niet goed genoeg syndroom. En dat kan zijn bijvoorbeeld ook naar quantity, maar ook kwaliteit. Bijvoorbeeld dat je niet genoeg doet, hè, of dat de dingen die je doet niet goed genoeg zijn. Dus het kan op elk vlak zijn. Het vierde, het niet belangrijk syndroom. En dat heeft ook weer te maken met die zelfwaarde en die zelfliefde. Het ik ben het niet waard syndroom. Ja. En de zesde, spijt. En spijt is een hele moeilijke, een hele lastige.
Maar dat kan gaan over spijt over acties, spijt over keuzes, spijt over whatever. En daar zit dan eigenlijk weer de kern naar vrijheid. Dus al die 6 grote bedreigingen, en ik ga er niet dieper op ingaan, want uiteindelijk weet u allemaal wat dat allemaal betekent. Maar net daarin zit de sleutel tot het doorbreken van jouw copingmechanismen, van jouw patronen. En als ik zou vragen naar jou, van al die dingen die ik nu opgesomd heb, zijn dat nu gedachten of emoties? Dan ben ik eigenlijk, dat wil zeggen, 98% of 95% zeker, dat de meeste van jullie gaan zeggen dat dat emoties zijn. Maar dat klopt niet. Want eigenlijk zijn het allemaal gedachten. Schaamte komt voort uit de gedachten. Schuldig voelen is geen gevoel, maar een gedachte. Het niet genoeg voelen is een gedachte. Niet belangrijk voelen is een gedachte. Ik ben het niet waard is een gedachte. Spijt is een gedachte. Maar je denkt dat je iets verkeerd gedaan hebt. Je denkt dat je iets niet goed genoeg gedaan hebt. Of wat dan ook. Vind je nee? Of hoe je mijn camera omver duwt. Dus ook daar is belangrijk dat je aan de slag gaat met die gedachten. En natuurlijk zijn daar emoties aan gekoppeld. Want dat zijn vaak laagdrempelige emoties. Emoties waarbij je je niet goed voelt. Waar je verdrietig bent. Verdriet is wel een emotie. Maar het gaat erover, wanneer je die laagdrempelige emotie voelt, en dat heb ik ook al in vorige video's uitgelegd, dat je, wanneer je die laagdrempelige emotie voelt, gaan kijken welke gedachte is eraan gekoppeld. En dan is dat eigenlijk het teken van je ziel om te zeggen, die gedachte klopt niet. Die gedachte is niet de waarheid. Dus op dat moment kan je jou eigenlijk bevrijden van die beperkende gedachten en weer gaan stralen, weer in jouw kracht gaan stappen. Want net door er bewust van te worden, door jezelf en je emoties te erkennen en dus die te onderscheiden van de gedachten, dan ben je eigenlijk jezelf aan het healen. Zie hoe dat je eigen healer kan zijn. Dus door te aanvaarden wie dat je bent en wat dat je bent, dan ga je gewoon ook weer verder kunnen met je leven. Niet in de zin van verder gewoon doen wat je bent, maar ga je verder kunnen in de zin dat je gaat voelen dat het weer veel meer gaat stromen, dat het weer leuker wordt, dat je in die rust kan stappen, dat je gelukkig weer veel vaker gelukkiger gaat voelen. En tenslotte word je ook krachtiger. Je wordt gewoon sterker in jezelf, omdat je weet wie je bent. En je wordt daar ook sterker en je hebt daar meer vertrouwen in, om dat gewoon elke dag in elke situatie met elke persoon gewoon te tonen. En dat maakt dat je dus weer meer zelfvertrouwen gaat gaan krijgen, meer zelfrespect gaat krijgen, meer zelfwaarde en een positiever beeld over jezelf. Een liefdevoller beeld over jezelf gaat gaan krijgen. Dus, en op dat moment, wat gebeurt er? Dan geef je eigenlijk gewoon meer onvoorwaardelijke liefde aan jezelf. En is dat niet wat iedereen wilt? Meer liefde en meer vrijheid? Ik denk van iedereen die met mij samenwerkt, is dat de grootste dingen. Gewoon gelukkigste. Het gaat niet om een groot huis of een chique auto of mooie kleren of whatever. Het gaat nooit over materiële dingen. Het gaat over hoe dat we ons voelen. Gelukkig zijn, genieten van de dingen die er zijn. Genieten van het leven en het leven ten volle leven. Nu, in video 3, die komt er morgen aan, vertel ik je meer over hoe dat je dus die bedreigingen en die overtuigingen eigenlijk kan gaan afbreken. Dus met de 3 A's. Zodanig dat je dan ook over de sleutels gaat beschikken om jouw droomleven verder te gaan creëren. En natuurlijk kan ik dan niet alles nog in meegeven. En daarvoor zijn ook die trajecten er en daarvoor zijn die online trainingen en zo er. Maar voor nu heb ik nog een opdracht. Ik heb beloofd dat ik elke video een opdracht heb. En wat had je gedacht? Dat vandaag gemakkelijker zou zijn? Misschien. Hangt er vanaf waar je staat in jouw bewustwording. Vandaag is de opdracht. Schrijf voor jezelf op welke bedreigingen dat jij vormt voor jezelf. Om je daarbij te helpen, ga ik je een aantal vragen geven waarover je eigenlijk kan gaan voelen. En ik zeg bewust niet nadenken, maar gaan voelen. Hoeveel vragen heb ik? 6 vragen. De eerste vraag is, waarover schaam jij jezelf? Dus haakjes nog. Hè? Het kan zijn dat er al dingen zijn die geheeld zijn, die voorbij zijn. Waarover voel je je nog schuldig? Waar voel jij je niet genoeg of niet goed genoeg? Wat heb je weggeduwd onder het mom van het is niet belangrijk? Maar is eigenlijk misschien wel belangrijk om aan te kijken of mee aan de slag te gaan? Wanneer of waarvoor vond jij jezelf het niet waard? En heb je het weggeduwd?
of niet herkent. Of wat je wil laten voorbij gaan. En de laatste vraag, waar heb je spijt van? En je ziet dat die vragen ook verbonden zijn met die bedreiging, met de 6 grote bedreigingen die we daarnet besproken hebben. En het belangrijkste is dat je beseft dat al deze overtuigingen, deze en misschien nog een aantal anderen, maar vooral ook deze, jou tegenhouden om de beste versie van jezelf te zijn, elke dag opnieuw. Want deze overtuigingen, dat zijn gedachten die jou niet meer dienen. Dus jij hebt nu de keuze om ze om te creëren, om ze te transformeren en ze te verplaatsen en vervangen door lichtere, liefdevollere gedachten. En hoe doe je dat? Gewoon door ze te bedanken voor wat ze jou gebracht hebben. Want ze zijn je ooit misschien wel behulpzaam geweest. Hè? Denk aan die copingmechanismen om je wereld controleerbaar en voorspelbaar te maken. Maar geef ze terug aan het universum en licht en liefde. En dan worden die daar getransformeerd in licht en liefde. En als je dat wenst, dan kan je eigenlijk dit stukje nog, ik zou zeggen naar een hoger niveau tillen, maar eigenlijk op zich hoeft het niet, maar het kan wel. Het is leuk om te doen. En dat is eigenlijk dat je alles opschrijft op een papiertje en dan nadien ritueel verbrandt. Omdat je dan eigenlijk op dat moment gebruik maakt van het element vuur, om dat ook weer te transmuteren en te transmuteren. Om het gewoon weer terug te brengen in energie en het te neutraliseren. En op die manier geef je ook fysiek aan geen genoegen meer te nemen met die oude overtuigingen. En omdat je echt klaar bent voor dat nieuwe leven. Yes, klaar voor 2022. Dus voel je het enthousiasme van jouw nieuwe leven 2022? Voel de dankbaarheid voor al de nieuwe dingen die op je pad al mogen komen zijn en die nog gaan komen? Dat zijn hoogtrillende emoties en gedachten. Ik krijg overal zo van die angel bumps, zoals dat ze zeggen. Dat is energie, hoge energie die door je lichaam stroomt. En aangezien je aantrekt wat je bent, dan zal, hoe meer je dat gaat gaan doen en hoe meer je jezelf gaat gaan uitzuiven en je energie gaat gewoon omhoog tillen, dan zal dat ervoor zorgen dat je alleen ook maar hoge energie gaat aantrekken. Die zich gaat, manifesteren in hoogtrillende relaties en zielsconnecties en het manifesteren en het verschijnen van je wensen. Nu, voel je dat hier allemaal veel te snel voor je gaat? Dat kan natuurlijk. Of lukt het niet om alleen inzichten hierin te krijgen? Geen nood, want hetgeen wat ik zeg is ook niet altijd evident om dat in één clip, het snip, seconde, wat dan ook, te begrijpen. Weet dan dat je via de linkjes die hieronder aan de video staat, kan gaan kijken op welke manier dat we kunnen samenwerken. Want ik ben er hier namelijk voor om jou op weg te zetten. Dus weet dat ook een mogelijkheid is. Ik doe niet alleen deze video's hier. Het liefste werk ik één op één samen met mensen en in een groep en traject natuurlijk ook. Waarin dat we gewoon echt de diepte ingaan en al die schaduwen en overtuigingen en al die ballast overboord gaan gooien. Voor nu, ga aan de slag met de video. En dan zie ik je morgen opnieuw in de laatste video, die dan ook al de laatste dag van 2021 wordt. Wee! Tot morgen!